hadden net de televisie aangeschaft. Wij, dus zeg mijn ouders, hadden dat gedaan. En ik besloot op zaterdagmiddag was dat, dacht ik, een programma te kijken. Het was een opname van een dubbelconcert, televisie, met Sonny Rollins. Met zijn band, trio, dacht ik. En Horace Silver Quintet. En ik stond voor de televisie. Ik wou nog gaan zitten, toen verscheen dat beeld. En toen kwam dat beeld en toen bleef ik staan. En ik geloof dat het die hele opname, de hele uitzending misschien maar een half uur of 40 minuten gedaan heeft, geduurd heeft. Maar ik was zo gefascineerd. Er stak een enorme storm op. En ik ben nooit gaan zitten. Ik ben alleen maar heb ik gekeken van, wat is dit, wat is dit, wat is dit? En toen het concert voorbij was, toen had zich in mijn hoofd en met een enorme orkaan was alles wat met muziek daarvoor was weggewaaid. En daarvoor was in de plaats gekomen die jazzmuziek. Ik denk, oké, dit is wat ik wil.